Goedemiddag koffietijd. Ik ben Ina Goldewijk, 48 jaar, moeder van een prachtige zoon, Max, van 21. En in het dagelijks leven ben ik freelancer, interim manager, voornamelijk coach, trainer en in de personele dienstverlening. Maar nu ook door de coronacrisis even zonder opdracht, dus druk zoekend. Maar goed, ik moet er ook maar weer van uitgaan dat dit ook weer voorbij gaat en dat ik weer lekker aan het werk kan. En ik wens jullie natuurlijk alle gezondheid toe. Dag! Hallo allemaal, mijn naam is Angela, ik ben 36 jaar, moeder van 3 kinderen, van 3, 5 en 8. Getrouwd en werkzaam als docent in het middelbaar beroepsonderwijs bij de opleiding maatschappelijke zorg. Naast het lesgeven aan mijn eigen studenten heb ik hier ook 2 mini-studentjes die hun lessen moeten krijgen en trust me, bij je eigen kinderen is het een stuk pittiger. Buiten alle uitdagingen zijn er ook gewoon heel veel positieve dingen die we soms even moeten zoeken, maar die uiteindelijk wel hoop geven om weer door te kunnen. Ik ben Leon, 48 jaar, moeder van 2 kinderen, woon in Deventer, ben winkelmanager. Op dit moment is mijn winkel gesloten. Mijn jongste zoon van 16, die is op dit moment druk aan het studeren voor zijn laatste schoolexamens. Moet nog opdrachten inleveren en moet in één keer dus thuis studeren. En dat is nog best wel een dingetje, want ja, hoe ga je dat inplannen? He, je structuur van school naar school gaan valt in één keer weg. En nou, ik ben ook niet echt heel erg de meest gestructureerde persoon. Dus ja, of ik dan de beste ben om voor hem dat structuurtje neer te leggen. Ik weet niet of ik daar de juiste voor ben. Maar we proberen het beste van te maken en we bekijken het van dag tot dag.